Eén keer als we niet doen. Dat zie je wel. Het doet enorm veel deugd om eens een ploeg te hebben die dat met fatsoen kan afzetten in de sprint. En ik heb in de eerste wedstrijden van het seizoen, Qatar en Oman, hebben we al een aantal ereplaatsen kunnen uit de brand slepen. Maar daar liep het eigenlijk ook altijd wel ergens mis. Dus het was eigenlijk ook altijd wat behelpen. Dan door de gekende redenen heb ik een heel deel van het seizoen gemist tot nu toe. Dan hard geknokt om terug te komen op dit niveau en eindelijk hier nu eens... Hier was de bedoeling om te beginnen uitslagen rijden en ook een ploeg gekregen die dat me daarbij kan helpen. En het loopt dan direct van de eerste keer goed, dat geeft een enorm goed gevoel. En, ik zat echt niet op mijn gemak de laatste 60 kilometer, omdat er zoveel... Ja, iedereen zit fris, het is een gevaarlijke etappe. Maar dan krijg je zo'n ploeg rond u en die zet u dan ideaal af. En dan zijn we direct terug vertrokken en dat geeft een heel goed gevoel. En ik ben langs rechts gegaan, ik heb bij Demare in het wiel gezet. En toen, ja, Nicolas trok de sprint perfect aan. De Maar ging eigenlijk iets te vroeg. En ik ben er gewoon naast blijven rijden tot dat moment dat de weg omhoog liep. En dan weet ik uit ervaring dat je hier nog serieus vies kunt stilvallen. Dus ik moest gewoon blijven rijden eigenlijk. Hier komt op snelheid aan, dus je bent eigenlijk vol aan het sprinten. En dan in één keer die laatste 50 meter, boef, loopt die weg 5% omhoog. Dus je past je versnelling niet aan. Het is echt wringen tot op de aankomst. En dat is wat ik daarmee ligt. En Verhaas gaat remonteren. Als je meegaat in een vroege vlucht, hoop je altijd om iets over te houden na zo'n lange rit. En ik ben blij dat ik die trui heb kunnen bemachtigen. Ben je ook van plan om die morgen te gaan verdedigen? Morgen zal eerst een beetje zien van de benen aanvoelen. En wie weet, ja, we zullen wel zien vanavond hoe dan het gaan aanpakken. Terwijl hier de koplopers in de buurt van de Gouden Kilometer komen, denk ik. Ja, daar heb je. Voilà, op daar. 1000 meter. Ja, ja, ja. Ik denk dat het nu nog een beetje afwachten is. Maar nu gaat dat eigenlijk weinig invloed hebben op het klassement, omdat de kopgroep. Maar ik denk in de ritten morgen en de laatste rit, dat misschien wel voor sensatie kan zorgen. Sensatie is soms ook gevaarlijk, dus ik ben een beetje benieuwd. Het ligt nu wel altijd op een helling. Dus ik denk dat op dat op zich... Zeker niet zo gevaarlijk is. Dus op zich is het misschien wel een goed idee om de koers een beetje spannender te maken. I want to defend my jersey. So I have to see which guys are going for the Golden Kilometer. If dangerous guys go for it, for sure I have to go with them and try to take away the seconds. But the first thing is I want to defend my jersey and we will find out a good tactic this evening and tomorrow morning. We hebben nog twee draaien uit te rijden.